Maar ik denk dat een belangrijke les voor ondernemers is dat ze zichzelf moeten beseffen dat kapitaal schaars is, schaars blijft en ook in de toekomst moeilijk te verkrijgen zal zijn. Zeker als we praten over de banken. Daarom moeten ondernemers zichzelf veel beter voorbereiden bij het doen van die financieringsaanvragen. Ze moeten ervoor zorgen dat de financier, investeerder ook over de informatie kan beschikken waar ze behoefte aan hebben. En dat betekent ook dat ondernemingen zichzelf zullen moeten beseffen dat ze misschien wat langer moeten zoeken naar dat kapitaal, maar dat het zeker aanwezig is. En zich niet moeten laten ontmoedigen op het moment dat een investeerder een nee heeft verkocht, maar juist door moeten gaan met die zoektocht.